Ik zit hier bij een unieke tweeling, Ans en Riet van der Meij. Waar ze precies vandaan komen, gaan ze jullie zo vertellen. Maar ze wonen al een hele poos in Almelo. En Riet, hoe ben jij zo als tweeling ter wereld gekomen? Kun je daar iets over zeggen? Nou, dat kan je beter om mijn zus te vragen, want die ging mij voor. Oh ja. En toen zei ze, nou kom maar, het is hier lekker warm, want ik heb de bondkraag nog om. En wat betekent dat, de bondkraag nog om? Dat zeggen we niet. Dat zeggen we niet. Dat was een opmerking uit de streek. Ja. 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 Maar ons gezin, 17 kinderen. Ik heb gehad 10 zussen en 6 broers. Dat is een heleboel. En jullie hadden ook nog een speciaal zusje. Kun je daar iets over zeggen? Ja, een mongoloïde. Hadden we dus. En dat was precies de middelste. En dat noemden wij ook altijd het schakeltje. Dat als we ergens gingen, want die was op een gegeven moment ook in de, Heuteburg, in Zwammerdam, is ze toen opgenomen. Ja. En als we daar dan heen gingen, zeiden we altijd, nou we gaan even naar het schakeltje. Ja, jullie zijn ook samen naar de middelbare school geweest. En ook samen heel lang hetzelfde beroep uitgeoefend. En wat was dat? Kraamzorg. Kraamzorg. Dus jullie hebben ook heel wat baby's de wereld in geholpen. Ja. En waar hebben jullie dat allemaal zo ongeveer gedaan? Enschede. Opleidingen in Enschede. En ook veel kraamzorg Enschede en omstreken. Toen leerde ik mijn man kennen, ben ik dus naar Serenberg heen verhuisd. En daar heb ik nog een poosje rondgezwabberd als kraamverzorgster. En toen op een gegeven moment kwam ik door een hernia rug. Van de ene op de andere dag kwam ik dus in het ziekenhuis terecht. En ik mocht niet meer kramen. Dat was over. Dat was over. Maar u bent daarna nog weer in een ander soort zorg terechtgekomen. Wat was dat? Bejaardenzorg. De bejaardenzorg? Dat is dus het, ik had ze er eerst opgeholpen en toen er weer af. En toen zorgen dat ze een goed einde hadden. Ja. Ja. Als ik dus toen mijn man met oudjaarsdag opgenomen, toen was ik in Serenberg en zij hier, opgenomen werd dus met een hartinfarct op oudjaarsdag, heb ik niemand gebeld, want ik denk ze hebben allemaal oudjaar. Heb ik na 12 uur, heb ik mijn moeder ingelicht en diep dus rondgebeld. En toen kwamen ze bij haar, dus je hoeft niks meer te vertellen, want ik weet dat Gerrit in het ziekenhuis ligt. En hoe zijn jullie naar Almelo gekomen? Met de trein. Het vliegtuig. Nee, even sorry. Sorry, ja, nou, dat kan je nou verwacht. Nou, ik hoop dat jullie ook na 85 jaar nog een hele poos samen verder kunnen. En ja, uniek is het in ieder geval. Dit hebben we te pakken. Ja. Ja, zo is dat. Dat pakken ze ons niet meer af. Met veel plezier hebben we altijd gehad. Daar kunnen we leuk op terugkijken en daar zijn we heel blij mee.